Ik ben een groene trainer. Nou ja, ik ben net begonnen, dus ik heb genoeg ervaring. En ik heb nu oefenmeester 1 gehaald afgelopen seizoen. Ja, ik ben net 3,5 jaar trainer, dus ik heb nog veel te leren. En dat is ook hetgeen wat ik wil, mezelf zo goed mogelijk ontwikkelen. En om me heen kijken en van mensen dingen oppikken. Ik werd benaderd door Twente nadat ik bij Go Ahead was weggegaan. En twee keer gesprek gehad en ook gesprek met de trainer gehad van de A-jeugd. Ja, dat beviel gewoon goed en gewoon een goed gevoel bij. Dus ja, dat was eigenlijk niet zo'n moeilijke keuze. Wat zijn dan belangrijke onderwerpen in dat soort gesprekken? Wat wil je graag weten? Nou ja, wel de manier van trainen, van hoe ze hier trainen en hoe een trainer werkt. Wat hij belangrijk vindt en ook zijn kracht, waar zijn kracht ligt. Als je dan merkt dat dat juist iets waar je zelf heel veel winst in kan boeken, dan is dat juist wel goed, denk ik. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen ik stopte zoiets had van na trainen, dat was geen ambitie op dat moment. Uiteindelijk ging ik meetrainen een beetje bij Go Ahead. Ik was de aandeelhouder en werd gevraagd of ik af en toe één keer in de week of twee keer wilde meetrainen met de selectie. En ik was net gestopt, dus ja, dan ben je nog heel fit. En van daaruit merk je al wel dat je heel veel met spelers bezig bent. Dus toen was het verzoek van Uldering destijds trainen of ik assistent wilde worden, omdat hij iets meer zeg maar, technische zaken moest gaan doen. En hij eigenlijk af en toe binnen zou moeten blijven en dan had hij wel twee trainers nodig. Ja, en toen ik had uit andere hoeken gehoord van ja, je moet toch die cursus gewoon halen. Dan heb je hem en dan kun je altijd zien wanneer je er wat mee doet. Ja, zo is het eigenlijk ontstaan. Op een gegeven moment was die scheidingslijn ook zo dun dat het eigenlijk ook een hele kleine stap was. Dus ik ben eigenlijk daar ook een beetje geruisloos in gegooid. Toen je hier deze zomer kwam, zoals ik al zei, je bent eerder bij Twente actief geweest als speler. Is er nog iets hetzelfde van de club van destijds? Nou, ik heb al eerder gezegd, het is wel een totaal andere club geworden. De club heeft gigantische stappen gemaakt. Ik was nog wel bij de eerste paal, maar toen ben ik ook eigenlijk dat seizoen daarna weggegaan. Dus ja, het nieuwe stadion en alles erop en aan. De hele organisatie staat natuurlijk heel goed op poten. En is veel meerdere malen professioneler dan destijds. Maar je ziet nog wel heel veel oude gezichten. En dat is wel leuk. Het is nu vanaf 97 dat ik terug ben. Het is alweer een tijdje, dus ja, dan zie je nog mensen die hier lopen en dat geeft aan dat er gelukkig nog heel veel clubmensen zijn.